Mijn naam is Miranda Wouters. Ik ben coördinator van het vrijwilligersinformatiepunt van SWO, het VIP. Het VIP is dé centrale plek voor informatie over vrijwillige inzet in de gemeente Drimmelen. Wij zijn er voor alle vrijwilligers en voor alle organisaties die met vrijwilligers werken. Ook is er een vacaturebank waar je vrijwilligersvacatures in kunt plaatsen. Wij willen met Omroep Drimmelen een aantal programma's gaan maken. In dit programma willen we organisaties die met vrijwilligers werken een podium geven. Misschien wordt dat wel jouw organisatie. Je krijgt dan de kans om te laten zien hoe belangrijk vrijwillige inzet is voor de samenleving. Maar vooral ook hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn. Wil jij hier ook gebruik van maken? Of heb je een ander leuk idee? Neem dan contact met ons op. Hallo, ik ben Marieke van Schendom. Woonachtig hier in Wagenberg. Wij zijn hier op het mooie Oranjeplein. Ik ben secretaris van het Oranjecomité hier in Wagenberg. En wij zijn al weken druk bezig met een leuk programma vandaag voor de kinderen neer te zetten. We proberen allerlei soorten spelletjes. Vrijmarkt hebben we hier, springkussens. Je kan hier voetballen. We proberen een leuk programma eigenlijk voor alle kinderen. Hier van Wagenberg proberen wij hier neer te zetten. Dat doen we met een groep van 8 vrijwilligers. Helaas gaat er na vandaag iemand ons verlaten. Dus zijn we met 7 over. En een heel fanatiek groepje wat zich een paar maanden per jaar in de voorbereidingen treft. En dan deze dag natuurlijk in elkaar zet. Al jaren doe ik vrijwilligerswerk. Ik heb bij het Oranjecomité 28 jaar gedaan. Daar ben ik altijd mee bezig geweest. De avond vierdaagse heb ik 20 jaar gedaan. Ja, ik zit nu bij de carnaval. Ik ben 9 jaar adjudant geweest. Ik zit nu in de Raad van 11. Ja, en op het moment ga ik ook naar de rijden toe. De avond vierdaagse als verkeersregelaar. En ze kan me bellen. Dan ben ik altijd standby. En ik doe het heel graag. Ja, Koningsdag hebben wij dan onze eigen werkgroep van 8 personen. En vandaag hadden we 5 verkeersregelaars en 3 juryleden en dan een aantal mensen die de activiteiten mee opstarten, dus onder andere het schminken. Nou, zelf ben ik dan ook nog betrokken bij de oudervereniging op school. Dus doe voor school ook heel veel dingen. Ik vind het leuk om gewoon voor kinderen het leefbaar te houden in het dorp, zoveel mogelijk dingen te organiseren. We zijn met de avondvierdaagse ook bezig. En ja, zo hopen we door het jaar heen allerlei leuke dingen voor de kinderen neer te zetten. En het is natuurlijk, als je al die blije kopjes ziet elke keer weer, daar doe je het voor. Dat ik heel veel blije kinderen zie, blije gezichten, die lekker hier aan het dansen zijn. Die nu op een kleedje zitten, hun spulletjes zitten te verkopen. Die op het speelkussen staan, die lekker aan het rennen zijn. En aan het eind van de dag uitgeput op de bank zitten. Dat vind ik fantastisch. De kinderen net zie je vandaag ook, dan zie je de kinderen lachen, dan komen ze naar toe. Hey Gerrit, wat heb je nou toch weer aan? En zulke dingen allemaal. Hey, dat is mijn carnaval ook, ik heb altijd weer de pet op gehad. Dan heb ik een steek op, dan zeg ik, hey, je hebt een verkeerd ding op hoor. Je bent toch die mooie meneer, zo netjes. Ja, ik vind het leuk. Ik vind heel veel het verdoen in Wagenberg, in ieder geval heel veel. En ik vind dat er moet wat gebeuren. Wil jij de volgende keer met jouw organisatie in de schijnwerpers? Of ben je op zoek naar wat je zelf aan vrijwilligerswerk kunt doen in onze gemeente? Neem dan contact op met het vrijwilligersinformatiepunt. Of kijk op de vrijwilligersvacaturebank. Want vrijwilliger zijn, dat doet iets met je. MUZIEK